Allen die uit Madeira naar Suriname zijn gekomen in verband met de Portugese immigratie hebben een warm thuis gevonden. Dit zei pater Esteban Cross van het RK Bisdom gisteravond tijdens de dankdienst ter herdenking van de Portugese immigratie in de kathedrale Basiliek. Hij stelt dat hij erachter gekomen is dat de naam van Suriname zelfs in Madeira gekoesterd wordt. En velen zijn hier getrouwd, hebben hier kinderen gehad, zijn hier gestorven, leven en zijn van hieruit soms naar andere landen geïmigreerd. Maar die verbondenheid met Suriname is zo bijzonder dat ik u nog dit wil zeggen voor we gaan beginnen. Toen ik met mijn moeder in Madeira was, jaren geleden, toen heeft een van mijn neven mij gebracht naar een botanische tuin. En daar was wat wij kennen als de West-Indische kers. De kers die we in Suriname overal hebben. Ik heb het opgezocht in Wikipedia. De officiële Nederlandse naam is West-Indische kers. Maar daar, in die botanische tuin op Madeira, heet hij de Surinaamse kers. Cross geeft verder aan dat de verbondenheid met Suriname boekdelen spreekt. John Dos Ramos, initiatiefnemer van de activiteiten rond de herdenking van 170 jaar Portugese immigratie, zegt dat er stilgestaan moet worden bij een belangrijk moment in de historie met 170 jaar Portugese immigratie. We zijn allemaal deel van het Surinaams volk. Onze missie is begonnen op 14 juli 2023. Nadat ik contact heb gemaakt met de voorzitter van NCE, de heer Jack Willem, en die gelijk heeft uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het was heel, heel kort dag. Maar met de kracht van de Almachtige staan we nu hier. We hebben de volle ondersteuning gehad. De familie is heel groot geworden. Een appgroep met meer dan 80 mensen, familie, nazaten, allemaal uit het Suriname en uit het buitenland. Dit stukje heeft gewoon iedereen bij elkaar gebracht. Dos Ramos zei verder dat hij geen antwoord heeft op de vraag waarom er pas na 170 jaar een aanvang is gemaakt met de bundeling van de groep Portugese nazaten. Hij is in elk geval wel blij dat er uiteindelijk schot in de zaak is gekomen dit jaar.